Gisteren kregen 21 MAVO-leerlingen te horen dat hun examen wiskunde is kwijtgeraakt. Het is de eerste keer in de 56-jarige historie van de school dat dit gebeurt. Ja, leraren kijken hun examens ook thuis naar, want het is namelijk erg veel werk en dat doen ze ook in het weekend. En deze leraar heeft zijn examens in een tas mee naar huis genomen op de fiets. Hij werd onderweg gebeld door zijn vrouw die ziek was geworden en die was op haar werk, dus die wilde hij snel ophalen. Is in de auto gesprongen en uh, heeft zijn vrouw opgehaald. Toen waren de examens weg. Toen hij ze later wilde gaan nakijken, kon hij zijn tas niet vinden. De wiskundeleraar zelf is ook radeloos, maar stond de leerlingen en ouders gisteren wel zelf op school te woord. Deze man is heel ernstig gestraft, want dit is het ergste wat een docent kan overkomen. Een docent is jarenlang bezig met leerlingen voor te bereiden op het examen. Uh, dag in, dag uit ook uh, examentrainingen heeft hij gegeven. En dit is een hele erge straf. Het examen wordt in overleg met de onderwijsinspectie op 17 juni door de leerlingen opnieuw gemaakt. En indien nodig kunnen de leerlingen dan in augustus ook nog een herexamen doen.